Lieve mensen, we gaan verder met twee deskundigen op het gebied van koude. Ten eerste Suzanne Houbraken. En Suzanne is moeder van drie jongens. Fulltime in de media werkzaam geweest. Totdat een ongeluk een hele grote switch in jouw leven bracht. Ja. Verkeersongeluk. En kou je daarbij ontzettend heeft geholpen. Daar ga je zo dadelijk van alles over vertellen. Ja. Daarna zal voor jullie praten Monique Tjonatien. Huisarts, kaderhuisarts, hart- en vaatziekten. Gaat ook vertellen hoe koude in jouw werk als huisarts, misschien ook voor jou als persoon, hoe dat werkzaam is geweest en hoe je daar elke dag mee aan de slag bent. Ik zou zeggen, het woord is aan jullie. Ja, dankjewel. Hi, ik ben dus Suzanne, dat ben ik. En ik heb één missie in mijn leven. En dat is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen naar buiten te krijgen. Ik doe het lopend, wandelend, fietsend, zwemmend. En liefst heb ik mensen in het open water. Maar in feite is mijn boodschap, ga naar buiten, ga offline. Laat je eigen batterij weer op. Kijk naar de sterrenhemel, kijk naar de wolken. Geniet gewoon van alles wat buiten afspeelt. Birgit zei het al, introductie van wie ben ik. Ik ben Suzanne dus en ik heb een media-achtergrond. Ik heb heel lang in de media gewerkt en mijn laatste werkgever was bol.com, retailer. En in 22 november 2016 ben ik van achteren aangereden. Dus ik had een kopstaartbotsing. Dus ik heb blijvend nekletsel. En dat gaat niet weg. Ik was 43 ten tijde van het ongeluk en ik zwom al buiten. En eigenlijk ben ik door de botsing ben ik vaker gaan buitenzwemmen. En waarom ben ik dat gaan doen? Dat ben ik gaan doen omdat ik merkte dat ik werkte fulltime bij bol.com en opeens zat ik fulltime thuis te revalideren. En er was zoveel negativiteit tussen de advocaten, want ik had natuurlijk inkomstenverlies, ik zat in de ziektewet, ik moest naar een revalidatiecentrum, ik moest herstellen. Dat ik helemaal gek werd van al die negativiteit en een getouwtrek en ook het verhaal om geld. Dat ik dacht, ik pak de regie van mijn leven weer in mijn handen en ik ga gewoon naar buiten. Ik had het geluk dat de botsing in de winter plaatsvond, dus ik kon ook meteen het koude water in. En ik was al getraind, want ik deed het één keer in de week. En nu zat ik fulltime thuis, dus deed ik het elke dag. En soms twee keer per dag ging ik naar buiten, die kou in, om die pijn te verzachten. Want wat ik eigenlijk nog over heb na 3 jaar is chronische pijn. Ik heb beperking in mijn linkerarm en ik heb blijvend nekletsel. Maar goed, dat zijn gewoon feiten. Want in feite ben ik gewoon een pretzwemster. Ik positioneer me als pretzwemster. Ik hou van zwemmen. Ik vind zwemmen in de zomer ook leuk. Want dan kan ik trainen. Want dan kan ik langer afstand zwemmen. Dan kan ik meer mobiliteit in mijn nek en mijn schouder krijgen. Maar het liefst doe ik dit. Ik zit het liefst in ijswater. Ik vind het wel saai, want ik kan niet zwemmen. En ik ben echt een zwemster. Maar ja, dit is gewoon voor mij ontspannen, omdat het de pijn verdooft. Dus dit doe ik 2 keer per dag. Ik ben een soort van attractie in het dorp, want dan kom ik weer aan met mijn klompen, met mijn muts en mijn sjaal. Omdat ik daarna, wil ik me natuurlijk met lagen, wil ik me warm houden. En ja, ik dacht zo van, ja, jeetje, ik kom uit de media. Ik heb echt zoveel gedaan in mijn leven. Dus van fulltime werken naar fulltime revalideren. Ik heb weer een doel nodig. Ik heb gewoon een target voor mezelf nodig. Wat ga ik doen nu verder voor de rest van mijn leven? Dus toen ben ik in 2017 een rondje Nederland gaan zwemmen. Gewoon in Q4, in het laatste kwartaal, lekker koud. Dacht ik ga in elke provincie van Nederland ga ik buiten zwemmen. En toen ontdekte ik hoe mooi Nederland is, hoe waterrijk Nederland is. Dat het water gewoon praktisch voor de deur ligt. En gewoon 24/7 beschikbaar is en geen openingstijden heeft. Ook in het donker zwem ik, maar inmiddels doe ik het al 4 jaar. Dus ik heb een rondje Nederland gezwommen, was gewoon voor mezelf als target. Oké, Suzanne komt uit de sales, ik moet hier wat te doen hebben. Echt, de muren kwamen op me af. En toen dacht ik, oké, dit heb ik gedaan, vink. En nu, 2018. Ik denk, ik ga op zoek naar verhalen van andere openwaterzwemmers. En toen is het concept Frisse Duik geboren. Frisse Duik is een platform waarbij andere openwaterzwemmers vertellen over hun verbintenis met water. En daar heb ik een korte promo van. En hoe ga ik die aanzetten? Doe maar niet de play. Nee, sorry. Heb je nog geduwd toevallig? In Frisse Duik? Ja. Hun leven verbeteren. We hoorden dus van het koud water zwemmen dat het immuunsysteem verhoogt en boost geeft.
Dat is zeg maar de promo van Frisse Duik. Inmiddels heb ik echt 23 afleveringen opgenomen door heel Nederland met mensen. Toevallig met mensen, 90% met mensen met gezondheidsproblemen. En 10% met mensen die gewoon van open water zwemmen houden. En dit was Suus. En dit is de doelgroep van Frisse Duik. Het zijn eigenlijk voornamelijk dus mensen die gewoon heel graag naar buiten gaan. En heel graag gewoon ook weer de regie in eigen hand nemen. En dus als ze ziek zijn, gewoon die controle over je lijf weer terug willen. Want dat wil ik ook. Op het moment dat ik buiten ben en ik zwem, ben ik de baas. En ik bepaal. En het is niet die chronische pijn die bepaalt. Ja, die komt helaas kwartier nadat ik uit het water ben weer terug. En dan denk ik, oh, ga weg. Maar in de winter duik ik er gelukkig twee keer in. Dus Frisse Duik is echt gewoon een doelgroep van mensen, ook wat oudere mensen van me op, die gewoon echt bepalen van ik ga dit doen, ik ga naar buiten en ik gun mezelf dit en ik maak hier ruimte voor vrij in mijn agenda en ik plan het gewoon in, want ik wil gewoon weer naar buiten, ik wil gewoon gaan zwemmen. De dame die je net zag is Suzanne en zij heeft een aanbeveling voor mij geschreven op LinkedIn. Nou, ik vind het echt een prachtige aanbeveling en ik heb een aantal woorden heb ik vet gedrukt. En die zie je nu, zie je de rode woorden zijn zeg maar negatief, want die hebben te maken met haar ziekte. En de groene woorden, die brengen haar weer in balans. En als je nou zo ziet, is eigenlijk groen net iets overheersend dan rood. Dus eigenlijk komt het erop neer dat het buitenzwemmen zorgt ervoor dat zij weer kan functioneren elke dag. Zij is een zeezwemster, net als Monique. Ik ben zelf wat angstig in zee, omdat ik dan het gevoel heb dat echt die stroming ja, de baas is in plaats van Suzanne. Maar Suus die zwemt in zee en zij heeft er gewoon heel veel baat bij. En dan heeft ze nog afgelopen zomer 6,5 kilometer gezwommen. Dat ik denk echt petje af. Ik bedoel, ik red net 1 kilometer met mijn nekletsel, borstkrol. Maar Suus doet het gewoon 6,5 kilometer. Dus dit toont aan dat inderdaad tegenslag is heftig. Een gezondheidsprobleem is heftig en zeker wat zij heeft meegemaakt. Maar er zit een kans in om je te vernieuwen. Als je mij 5 jaar geleden had gevraagd, toen werkte ik nog bij de Linda. Nou, een meisje, ik zal mezelf even laten zien. Ik had een heel strak jurkje aan, ik had hakjes, lippenstift, haar in een knotje, sieraden om. Ik was echt zo'n meisje van die film, A Devil Wears Prada. Nou, dan de vernieuwde. En nu is het Suzanne alleen maar in outdoor kleding. En dit is zeg maar de persoon die ik nu ben en die nu bij mijn rol past. Heb ik hier nog een intro van een heel markant persoon, Henk, die heeft reuma. En doordat hij dus echt koud water zwemt, kan hij dus zeg maar zijn medicatie verminderen. Dus het is ook voor de zorgverzekeraar is het echt beter dat hij gaat zwemmen. Ik zal een stukje laten zien. Hey. Dus na 3-4 maanden kwam ik terug bij de dermatoloog. Mijn waardes waren verbeterd, mijn energie was teruggekomen. Ik heb even een luister, moeder, jij gaat daar komen. Zet hem op. En daarbij zei ik nog tegen hem van, ja, een zwaan, dat heb je niet in een zwembad, hè. Dus dat was echt zo mooi om te zien. En de laatste kandidaat die ik even met jullie wil delen is Patrick. Patrick is, heeft ook een aanbeveling genomen op mijn LinkedIn-pagina. En het is ook een open waterzwemmer. En hij heeft de ziekte van Raynaud. En dat zei Koen net al. Dat als je de ziekte van Raynaud hebt, dan moet je echt voorzichtig omgaan met de kou. Patrick heeft eigenlijk standaard een wetsuit aan. Omdat hij er echt best wel behoorlijk last van heeft. En hele koude handen. Zijn handen worden helemaal paars. Maar ook hij is gaan zwemmen. En hij kan niet wachten tot zijn zwemseizoen weer start. Dat is van mei tot en met oktober ongeveer. Dus hij is niet alle maanden van het jaar open waterzwemmer. Maar het brengt hem weer letterlijk tot leven. Het draagt zo bij aan de kwaliteit van zijn gezondheid. Dus het is opvallend hoeveel mensen met gezondheidsproblemen eigenlijk die stap nemen om het echt te gaan doen. Misschien is het omdat ze, ik weet niet Monique, jij kan het straks misschien beter invullen, dat ze denken van ja, ik heb toch alles geprobeerd, laat ik dit maar doen. En dit kan ik gewoon zelf doen in mijn eigen tijd. Of dat ze echt weg willen blijven van medicatie. Bij mij persoonlijk was het ook, ik moest heel veel medicijnen slikken aan het begin van mijn ongeluk. Althans mijn herstelperiode. Toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet doen. Ik wil gewoon zwemmen. Ik probeer het zelf wel. Dus ja, ik geen idee wat de reden is. Maar het is heel mooi om te zien dat het een ander zoveel kan brengen.
Nou, en ter introductie van Monique. Monique en ik hebben ook samen gezwommen, nog 2 weken geleden, in zee. Het was een prachtige dag. En de zee was ook heel lief voor me, want normaliter ben ik dus een beetje angstig. En Monique is echt een zeezwemster. Dus hier zien we nog een filmpje van Monique. Echt, ik zeg altijd tegen iedereen, ga naar buiten, ga die kou opzoeken, ga open water zwemmen. Want echt, ik kom uit het Gooi, althans daar woon ik. En het is de meest goedkope verjongingskuur die je maar kan krijgen. Er hoeft niet gesleuteld te worden aan je lichaam. Het is echt super gezond. En ik word elke keer, ben inmiddels 46, ik voel me elke keer 6 jaar ongeveer. Het kind in mij komt los als ik dat water in ben. Oké, dit was mijn verhaal. Ja, super Suzanne. Ja, ik ben te verstaan, denk ik. Hè? Ja. Ja, ik word nog dagelijks en wekelijks voor gek verklaard. Ik weet niet of jullie dat ook vinden, maar ik ga dus het hele jaar door de zee in. Maakt niet uit, is het nou donker, is het nou licht. En ja, mijn collega's, ik ben huisarts. Ik ben ook, dat zei net Birgit, ook kaderhuisarts hart- en vaatziekten. En ze hebben al, ik zwem nu zo'n beetje 4 jaar in de zee. En ik zwem niet zoals als Suzanne hele einde. Het is meer zoals Koen de Jong, ook doekte in en er weer uit. En ja, waarom doe ik dat? Daarom sta ik ook hier om jullie dat te vertellen. En dat is eerlijk gezegd ook een van mijn missies. Dat ik de mensen in Nederland, maar het liefst ook mijn collega's, collega huisartsen, artsen, ook weer de leefstijlbewustzijn van koude terug wil krijgen in hun bewustzijn. En niet alleen bij hun, niet alleen de koude, maar ook de adem. Dat ligt er eigenlijk onder verstopt. Een aantal die hier zaten, die zullen wel, dat ook hebben wel gehoord van Koen de Jong. En die heeft over koude adem gehad. En ja, waarom grijpt het mij zo? Moet ik teruggaan naar, ik denk april, zo'n beetje 4 jaar geleden, 4,5 jaar geleden. Zat ik met mijn collega's in Vlieland. Heel leuk, doen we nascholingen. En ja, mooi eiland, Waddeneilanden. En ik weet nog dat ik daar zo aan het, het was vrijdag. En ik zat daar aan het diner en een beetje moe. Kennen jullie dat wel, zo'n hele week werken? Ik heb een eigen praktijk, dus voor mij is het niet, niet 40 uur werken, maar veel meer. En ik zat daar aan het diner en ik denk, ja, dadelijk lekker naar bed en we hebben dadelijk de dagen daarna nascholing. Dus zijn bevriende collega die het allemaal organiseert, die zei, oké, als ik 10 artsen mee de zee in krijg, maar met allemaal artsen, dan gooi ik daarna de discotheek open. Ik hou echt van dansen. Dansen is echt mijn leven. Alleen ik deed dat, moet ik eerlijk gezegd toegeven, op dat moment alleen op nascholingen. Ik had 8, 9 jaar geleden, daarvoor was ik gescheiden. Had ik als een soort, ik denk achteraf een rebellie, had ik niet meer gesport, niks meer, 0,0. Ik schilder. Mijn huidige partner is ook kunstschilder, dus daar haalde ik mijn energie vandaan, mijn mentale energie. En ik dacht, nee, echt niet. Gekke werk, echt niet. Mij niet, mij krijg je niet zo ver. Ik denk, want zo zouden jullie, wie zou dat doen als iemand dat zou vragen? Eentje? Ja? Ja? Ja, echt waar? Heb je het al een keer gedaan dan, of niet? Ja. Nou, ik niet. En op een gegeven moment had ze 9 mensen bij elkaar. Ze zei, nou Monique, kom nou. Ja, en ik laat me niet zo kennen. Dus we zijn gegaan, ik denk met 30, 40 artsen. Echt die donkere, die zee en badjassen van het hotel. En echt, daar kwam echt het kind op. Ik kon mijn slippers niet vinden en wij weer terug en... Daarna op die dansvloer, de dansvloer is open. En ik had bam, zoveel energie. Ik was aan het dansen en ik was blij en ik voelde me heel happy. En dat was mooi. En die collega liet mij een dag later een fotootje zien van haar buurman. Ze zei, kijk Monique, hij post elke dag op Facebook post hij een plaatje, een fotootje. Want hij gaat elke dag de zee in. Omdat het heeft hem heel veel gebracht. Hij is namelijk depressief geweest. Heeft heel diep gegaan, was haar buurman. Hij wilde niet meer leven.
zelfs in de Antillen geweest. Dat vertelde ze mij. En ze liet mij dat plaatje zien en ik zag hem in een grote groep mensen. En allemaal lachend en blij, stralende gezichtjes van mensen die uit de zee kwamen. En ik heb echt op dat moment gezegd, knettergek. We hebben echt gelachen van, hij is gek. Maar op een gegeven moment zei zij het gaan doen met hem. Ze is meegegaan. Ze heeft elke keer gevraagd, Monique, kom. En ik moet zeggen, ik kan jullie zeggen, er deden net drie, vier mensen hun hand opsteken. Ik heb echt denk ik wel 100 smoesen verzonnen om niet te gaan. Maar op een ochtend dacht ik, oké, nu heb ik geen smoes meer. Ik ga naar die zee. 5:45 ben ik, ik woon vlakbij Scheveningen, dus een kwartier rijden. Ik ben erheen gereden met angst in mijn knieën. Ik denk, waarom vind ik dit zo spannend? Waarom? Ik ga naar de zee. Ik ben erheen gereden. En daar stond een groepje mensen, een stuk of 4, 5. En die keek me aan, heel vriendelijk. Nou, welkom, leuk dat je erbij bent. Ik kende ze niet. En ik ben met ze mee de zee ingegaan. En ja, wat moet ik erover zeggen? Het was life changing. Op het moment dat mijn voeten het water raakten, die koude zee, dacht ik, wat gebeurt hier? Ik ben doorgelopen, omdat het was echt heel erg koud. Ik ben erin gedoken, want dat was voor mij het beste. Hop, meteen doorgaan. En ik kwam eruit en iedereen stond daar blij, lachend. En ik voelde wat er in mijn lijf gebeurde. Het koude water, ik kreeg het heel koud, maar ik voelde echt bijna instantly... jullie kennen de runner's high, die hebben jullie denk ik wel gehoord, hè? Na een half uur hardlopen. Dat je echt die endorfines, dat je je heel goed voelt, gelukkig en blij. Dat kwam, bam, in één klap. En ik dacht, wat is dit? Wat is dit? Daar is iets. Het was helemaal niet omdat ik van dansen hou in die discotheek. Dat ik daarom zo blij en vrolijk was. Nee, het heeft te maken met die kou. Vanaf die dag ben ik eigenlijk elke dag naar de zee gereden. En ik ben het gaan onderzoeken. Want ik wilde weten wat het was. Jeetje, kan het echt zo simpel zijn? Dat ik gewoon die zee in ga, dat koude water opzoek en dat ik mij zo goed ga voelen. Na dag 3, 4 zei mijn vriend, wat ben je aan het doen? Ik zeg, nou, ik ga naar de zee. Maar ik kroop steeds heel koud tegen hem aan daarna. Toen wist ik nog niet dat je nog niet warm moest douchen. Daarna, want het is namelijk zo dat als je de kou ingaat, dan gaat namelijk je eigen warmtebron aan. En hij is vanaf dien meegegaan, dus ik heb het geluk om met hem elke dag voor ik aan mijn praktijk ga, om een koude zeeduik te nemen erin en eruit. Dus voor mij is het nu ook nog te warm. Maar goed, die warmtebron die aangaat, wat gebeurt er nou precies als je, wat ik jullie net vertelde... Nou, ik ben heel dankbaar met Wim Hof, want zijn lichaam stelt hij beschikbaar aan de wetenschap. Ik ben 1,5 jaar ben ik de zee ingegaan. Ik hoorde ze in de zomer praten over, nou, er is een ijsbad. Ik dacht, nou, gekke werk, waarom zou je in een ijsbad gaan met blokjes? Gaat er lekker die zee in? En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil verdieping. Want wat het mij brengt... ik merkte na ongeveer een aantal maanden, merkte ik, ja, het is wel lekker, die quick shot, die endorfines en al die stofjes, alleen mijn lichaam vraagt om meer. Ik ben de sportschool ingegaan, ik had het geluk om bij Zumba terecht te komen, hier staat Feel Nice. Ik had een lerares die ik was meteen instantly verkocht. Ik zei, ik wil wel gaan sporten, maar ik moet wel in een groep. En zij heeft, wij noemen de groep Feel Nice, maar eigenlijk zeg ik Feel Ice. Want het brengt ons zoveel moois en zoveel plezier. Ik ben gaan sporten. Ik ben gaandeweg mijn voeding aan gaan passen. Ik voel me fitter, ik voel me gezonder. Ik was geen burn-out huisarts, denk ik. Want als je burn-out bent, is het helaas zo dat je een fase hebt dat je niet meer voelt. En op een gegeven moment is het wel zo dat toen ik in de zee ging, dat is denk ik na, ik denk 3, 4 maanden, zat ik zo in de zee en mijn vriend liep daar en ik zat zo in de zee. En ik zeg zo tegen hem, ik zeg, ik heb zoiets raars. Ik voel me opeens
zo rustig worden? Zo rustig? En hij keek me aan van, Monique, doe normaal. Maar ik denk dat ik op dat moment realiseerde ik me wel van, ja, blijkbaar ben ik nooit niet zo rustig in mijn hoofd. Blijkbaar ben ik niet zo rustig. En dat is dus wat het koude water, dus niet alleen de zee, mij brengt. Het geeft echt een reset, echt van mijn systeem. En niet alleen mijn immuunsysteem, hebben aantallen net bij Koen de Jong gezeten. Maar echt voor mijn lichaam en geest heb ik activiteit nodig. 'S Ochtends als ik de zee in ga, word ik heel actief. Ik kan de hele dag aan. Ik zit echt heel blij, zit ik daar achter mijn bureau. En als ik 's avonds de zee in ga, word ik heel rustig. En slaap ik echt heel erg goed. Onder de kou zit de adem verstopt. Daar ben ik op een gegeven moment achter gekomen toen ik de Wim Hof opleiding ben gaan doen. Ik ben samen met Casper van der Meulen, dat is zeg maar de rechterhand van Wim Hof, ben ik naar Polen geweest. Ben ik met de adem in contact gekomen. En hij vertelde de pathofysiologie die ik jullie, als jullie vragen hebben, heel graag wil vertellen. Want mijn 10 minuten zijn bijna al op. Ik kan hier echt uren over vertellen. En wat voor mij het mooiste was, is dat die ademhaling... die heeft mij heel veel gebracht. Ik heb daar een berg op gelopen, een bikini top en korte broek. Want je ziet soms wel eens lopen, hè, met die koude trainingen. En toen ik thuis kwam, ik had zo'n rare ervaring. Want ook in die berg heb ik mijn eigen kracht ontdekt, zullen we maar zeggen. Want we gingen in de stilte meditatie, liepen we omhoog. Puur alleen op de kracht van de adem. Midden op de berg kon ik niet meer verder. Maar goed, uiteindelijk heb ik het gered. En ik kwam thuis, en dat zal ik me afsluiten, ik zie al staan, is dat ik tegen mijn vriend zei, ik heb zoiets raars ervaren. Ik heb zoiets raars. De kou die brengt mij energie, het brengt mij spelen, het brengt mij blijdschap. Alleen daar met die ademhaling, dat is zo gek. Ik hou van jou, ik hou van mijn kinderen, ik hou van mijn familie. Weet je, ik kan ook van anderen houden. Klinkt misschien heel gek. Ik had blijkbaar als beschermingsmechanisme zoveel banden om mijn hart gedaan. Dat ik niet meer van jou, van de mensen kon houden. En mijn vriend zei, ja, maar ik hou a priori van mensen. Is dat? Ja. Okay. Mooi. Ja, ik zal afsluiten. En ik ben heel gedreven, dus dat is mijn verhaal. En ik ga graag vragen beantwoorden aan jullie. Ja? Oké. Okay. Dankjewel, Monique. Dankjewel voor je verhaal. Ja. En er zijn, ik denk dat er zeker ongetwijfeld vragen voor Suzanne en Monique. Ja. Wie begint? Ik zag net... Ja? Mag tegen mij bij mij praten? Ik ben ook een keer bij een Wim Hof kliniek geweest. En daarna ben ik wel elke dag gaan koud douchen. Dus niet warm, maar gewoon direct koud gaan douchen. Ja. Is het effect... overeenkomstig met elke dag het buitenwater in? Of ja, het komt is het niet koud genoeg? Ja, nee, het is in Nederland eigenlijk niet koud genoeg, als ik eerlijk mag zijn. Want de koude douches hier in Nederland, die gaan tot zo'n beetje 12, 13 graden. En de buitenwaters, want ik zeg altijd, je hebt drie dingen. Je hebt één, als je koude training hebt, heb je één koud douche, koud afdouchen. En het liefst ook niet langer dan maximaal 2 minuten. En want in de eerste minuut komt eigenlijk al het echte effect waar ik het net over had. En het 2 is zeg maar een buitenwater ingaan in de wintermaanden of de zee. En 3 is een ijsbad. Dus ik wil jullie allemaal uitnodigen om dadelijk natuurlijk mee te gaan. Want je hebt nu de mogelijkheid, hè, om dat ijsbad in te gaan. Pak hem! Want het is echt, ook al ga met je ondergoed. Hè, dat ja, ik heb ook nog wat extra badpakken mee, terwijl 36, ja. 38, maar die heb ik bij me. En ik heb heel erg gebaald vannacht, want dit was een thermostaatkraan. Nou, die worden echt niet koud. En één patiënt van mij, die had een hele leuke, want ik ben dus in mijn praktijk, doe ik dus echt patiënten ook, ik integreer dus kou en adem in mijn praktijk. Ik train patiënten. Ik heb al een paar patiënten mee de zee ingenomen. En het zijn vooral nu mensen geweest die burn-out zijn. En één patiënt die had wel iets heel leuk. Want dan, ik denk dat jullie ook hebben, denk ik, met artsen, huisartsen. Ik denk dat jullie allemaal doen wat ik zeg. Want het is volgens mij niet zo. Maar die heeft heel eerlijk gezegd tegen me, ja dokter, ik ben gestopt. Want ik had mijn thermostaatkraan kapot gedraaid. Dus dat kan ik.
Ja. Wat ik nog wilde weten is, wie zou nu naar aanleiding van ons verhaal ook de sprong willen wagen en het open water in willen gaan? Ja. Ja. En zijn jullie zeg maar nieuw dan in het open water of zwemmen jullie al in het open water? Jij zwemt al. Ja. Maar de rest is dan allemaal nieuw. Nou, dat vind ik echt toch heel goed resultaat, toch? Goed, hè? Ja, ja, super. Het is een virus en het werkt heel verslavend, die kou. Ja. Ik heb het ook echt nooit meer koud. Ik ben zelfs gescheiden van dekbed inmiddels. Want ik werd echt gek van die warmte. Dus ik slaap het hele jaar door onder een bamboedekbedje. Eén persoons, heel knus. Ja. Ja, en weten jullie, kou is natuurlijk niet ongevaarlijk. Hè, je kan echt onderkoelingsverschijnselen krijgen. En ik ben de literatuur ingedoken. Ik ben ook echt onderzoek aan het doen. Omdat, ja, kijk, ik vertel dan aan jullie wat het mij brengt en hoe fijn ik het vind. En ik nodig natuurlijk altijd iedereen uit om mee te gaan. En dan praat ik tegen mijn collega's, tegen jou niet. En dan zeggen ze, oké, wat leuk, goed, ja. En is het wetenschappelijk bewezen? En dus, wetenschappelijk bewezen. Dus daarom zeg ik ook, ik ben heel blij met Wim Hof. Maar het blijkt dat zelfs echt de Hippocrates, de eed die ik gezworen heb, hij is de eerste die eigenlijk het effect van koud water al beschreven heeft. En heel veel mensen zeggen tegen mij, Monique, ja, de warmte is niks voor jou. Nee, echt niet. Bij kou hoort warmte. Het is zowel kou als warmte. Ja, en wat er gebeurt als je dus die koude prikkel krijgt, want dat is het. Je doet eigenlijk jouw lichaam, laat je schrikken. Ja, dus wat er namelijk gebeurt als jullie daar het ijsbad ingaat, is dat jullie lichaam die gaat in overlevingsstand. Want jouw lichaam die wil die kerntemperatuur 37 graden houden. Alleen er komt een koude prikkel. Dus wat gebeurt er uit je handen, uit je voeten? Wordt er naar je koor, al het bloed stroomt daar naartoe om het daar 37 graden te houden. Er komt vanuit ons hoofd, hè, daar heb je de hypothalamus, dat is zeg maar. Die stuurt eigenlijk aan dat ons lichaam 37 graden blijft. Dat we kunnen eten, dat we kunnen slapen. Dat alles in homeostase blijft. En die zal ook zorgen dat er naar onze bijnieren een signaal gaat. Hop, lichaam, adrenaline. Dus je krijgt eigenlijk een vecht, vlucht of freeze respons. Dus dat zullen jullie ook merken. Iedereen zal anders reageren als die echt een koude prikkel krijgt. Adrenaline komt. Daarna komt er al heel snel cortisol, dat is een ander hormoon. En wat gebeurt er nu? Je komt uit het water en de stressor is weg. En dan komt het. Dan komen dus al die stofjes vrij, hè, waar je heel erg blij van wordt. Want wij zitten als mensen namelijk heel ingenieus in elkaar. En dat betekent dat als we geschokt zijn, we mogen de overwinning gaan vieren. Dat zou jij denk ik ook wel hebben. En Wim Hof heeft eigenlijk aangetoond wat er ook gebeurt. Ze hebben hem in een CT-scan en in een PET-scan en MRI-scan gedaan. Echt geweldig. Ik voelde al wat er gebeurde. Maar wat gebeurt er als allereerste, als jouw lichaam het koude water aanraakt en dat ze direct contact voelen? Ons lichaam die wil geen kou, die ze zal zorgen, daar hebben ze bewezen, dat onze inwendige opioïden via al die banen, maar ook endocannabinoïden, dus onze wietachtigen, die komen vrij en dat is die hun runner's high. Ze zijn heel ingenieus. Alleen in de chronische stress zullen jullie merken, wat er dan gebeurt is dat de cortisol, waar ik het net over had. Normaal gesproken is de stressor weg en dan dooft vanuit een negatieve terug backloop, zegt de cortisol. Oké, hypothalamus in je hoofd, stop maar met stresshormoon aanmaken. Maar dat gebeurt niet meer. Velen van ons zijn in onze huidige maatschappij, zitten we ofwel in, hebben we stress van ziektes. Dat kan, maar je kan ook stress hebben van die mail die je nog moet beantwoorden. Oh ja, even op mijn telefoontje kijken. Het blijkt dat wij elke 20 minuten willen wij een dopamine shot. Alleen dopamine is wel een hele mooi stofje, alleen uiteindelijk is dat natuurlijk ook, kan dat leiden tot verslavingen. En Ja, sorry, als ik ga praten word ik altijd heel enthousiast. En dus wat er gebeurt is dat het cortisol level blijft eigenlijk te hoog.
En cortisol hebben we dus wel nodig. Alleen cortisol werkt ook ontstekingsremmend. Alleen als het te lang hoog blijft. Dan moet je als het ware voorstellen dat je bent aan het rijden in een auto. Alleen de rem is er vanaf. En het kan ook echt daadwerkelijk zijn dat je niet meer voelt. Het kan zijn dat je hongergevoel van slag raakt. Het is niet goed voor onze hart- en bloedvaten. Je kan dus een slecht hongergevoel hebben en verkeerd gaan eten. En het is ook, dus ook niet goed voor hart- en vaatziekten, maar zelfs voor suikerziekte. Dus jullie kunnen je voorstellen dat ik ben een regulier huisarts. Alleen ik ben wel heel erg voor gratis en voor niets. Oké, onze koude douche, we moeten wat betalen voor het water, maar het is wel gratis en voor niets daar. Ja, in de zee of iets kan je in de winter, kan je daar ook in gaan. En je gaat je er gewoon goed van voelen. Ja, zeker. Zeker jouw verhaal met de pijn, en dat heeft te maken met dat als je dan daarin gaat, dat je dan jouw inwendige bak van pijnstillers die we hebben, die maak je aan en die zorgen ervoor dat je dus minder pijn hebt. Want daarna kan het best zijn dat het wel misschien terugkomt. Het verdooft voor het moment. En dat, daar doe ik het voor. Dat ik het even gewoon niet meer voel. En dat ik even gewoon Suzanne ben. En niet de chronische pijnpatiënt. Maar dat ik gewoon Suzanne ben. Ja, dat vind ik echt heel mooi om te horen. Maar ook hoe jij gewoon ook Nederland ingaat. Om ook de bewustwording over koude te vergroten. Want het is echt iets. Er zijn inderdaad onderzoeken gedaan. He, over bruin vet, hebben jullie daar al over gehoord? Een aantal die bij Coen de Jong zaten. Naar mijn idee is leefstijl en koude een leefstijltip. En daar ben ik mee begonnen op een gegeven moment 3-4 jaar geleden. En ik zeg, het universum heeft mij gehoord. Want er zijn heel veel onderzoeken met bruin vet activatie. We hebben allemaal wit vet hier zo. Lekker die spekkies, heb ik ook. Maar daar ontstaat die suikerziekte. En daar, dat is namelijk voor de opslag voor ons, hè, voor suikers. En bruin vet worden we mee geboren. Alleen we verliezen dat naarmate we opgroeien. Omdat we ook veel minder met kou in aanraking komen. We doen warme sjaals om, die verwarmingen gaan aan, we hebben warme douches. En wat blijkt nou, dat hebben ze ook bij Wim Hof aangetoond. Dat bij wijze van spreken al bij 18 graden in een ruimte zitten en dus richting 11 graden. Ze hebben hem echt een koude pak aangedaan. Voor koude, na koude, heel veel bruin vet. En wat is het mooie aan bruin vet? Bruin vet verbrandt dus je energie. En dus ben je te dik, beweeg je te weinig. Natuurlijk moet dat bewegen en die voeding er ook bij komen. Het is niet alleen maar de koude, zeg ik altijd. Het is ook echt de leefstijl. Dan ga je dus ook makkelijker verbranden. In het bruine vet zitten de mitochondriën. Dat is daar echt rijk aan. Die zetten ook die zuurstof om in ATP. En dat is heel goed, hè, als je met zuurstof kan verbranden. Ga je ademen. De Wim Hof ademhaling. We zetten onze sympathicus aan, dus onze zenuwstelsel. In de Wim Hof ademhaling ga je ook nog een keer. Het is een rustmoment. Dus je traint eigenlijk je actieve zenuwstelsel, je inactieve zenuwstelsel. Het blijkt ook dat dat ook al die hormoontjes laat komen die je primen om de zee in te gaan of het koude water in te gaan. Want in het koude water gebeurt hetzelfde. Wie dadelijk met ons meegaat. Ik zeg, ik ben het hulpje van Ruben vandaag. Die zal merken dat in eerste instantie zijn ademhaling wordt. Adrenaline. Ga ik bevriezen? Ga ik eruit stappen? Ga ik wegrennen of ga ik vechten? Uitblazen. Uitblazen. Ook onder die koude douche. Mindset. Ik kom eruit. Yes. We hebben het overwonnen. We hebben de kou overwonnen. En dat is wat je nog gratis en voor niets erbij krijgt. Je wordt er ook sterk van en krachtig. We hebben er helemaal zin in zo. Ja, ik heb er gewoon zin in gekregen. Ja. Ik heb nog een vraag ook voor Suzanne. Ja. Suzanne, wat zou je iemand aanraden die nog nooit buiten gezwommen heeft? Hoe gaat die beginnen?
Stel je adviseer je met doe je bikini aan en duik de zee in. Wat zou je advies zijn? Mijn advies is sowieso om überhaupt naar buiten te gaan. Dus wat ik altijd in de ochtend doe, we hebben kippen. Dan ga ik in mijn pyjama en mijn klompen ga ik naar buiten. En eigenlijk, die klompen zijn alleen maar voor in het kwippenhok, zodat ik mijn voeten schoon blijven. Maar ik loop op blote voeten buiten. Dus loop meer op blote voeten buiten. Aard. We aarden te weinig. En draag niet echt veel kleding. En wat je ook kan doen, het is echt gewoon, ja, ook heel simpel, maar het water is maar 10 graden. Pak een koud voetenbadje. Of een koud handenbadje. Want vaak is het de uiteindes, die worden als eerste, daar gaat geen bloed meer naartoe, want het gaat natuurlijk naar je vitale organen. Dus je uiteindes voelen als eerste dood aan. En dat is heel raar in je hoofd. Dus als je er al aan wenst dat je handen in een koud bad zit, doe er anders wat ijsblokjes bij. Dan kan je jezelf trainen. Dus dat zou mijn advies zijn. Dus je handen in een koud ijsbadje en je voeten in een koud ijsbadje. En ga gewoon naar buiten in weinig kleding. En zeker als het net 's ochtends tussen 6 en 7 is, perfect. Maar ook dan kan je zwemmen. Maar goed, dat... De tip was dit, zeg maar. Ja. Heb je iets voor de oren? Want ik heb altijd wel dat mijn oren te koud worden en dat ik eigenlijk op een gegeven moment denk van, voor mij is het niet goed voor mijn oren. Ja, dat klopt. Dat is op een gegeven moment niet meer goed voor je oren. De kou gaat er echt opslaan. Dus ik heb gewoon, ben naar de opticien gegaan. En daar heb ik gewoon oordoppen op maat laten maken. Dus dat kost wel wat geld, €60. Als ze eruit vallen, blijven ze ook gewoon drijven. Dus in de winter, als ik echt december tot februari, heb ik altijd die oordoppen in. En dan gaat het gewoon goed. Want dan blijft het ook... Waar heeft het mee te maken? Met dat het vlies die kou op je oren kan slaan, waardoor je echt in... Nee, dus niet zozeer alleen de kou. Het is ook, je hebt de surfersoren. Mensen die heel veel surfen, die kunnen soms inderdaad een soort oorontsteking, bot aangroeien krijgen. Dus daar is de een gevoeliger voor dan de ander. Dus ook de winterzwemmers. Ik zwem met een groep mensen. Doen ook een heleboel doen oordopjes in. En ik zou adviseren op maat gemaakt oordopjes, want die zijn echt heel fijn. Dan komt er niks meer binnen. Nog een vraag. Grijp je kans over koude? Ja. Ja, ik denk, ik had gewoon een deel van het verhaal gemist, of ik was er niet helemaal mee. Met de chronische stresssituatie. Ja. Was je conclusie dan dat het eigenlijk af te raden is voor mensen die chronische stress hebben, dus een chronische cortisolverhoging hebben, om zich nog eens te gaan blootstellen aan een stressor zoals een ijsbad of koud zwemmen op dat moment? Ja, het hangt een beetje vanaf waar ze zitten in het chronische stressverhaal. Zijn mensen echt burn-out, dus echt heel doodmoe, dan, kijk, kou kan ook energie kosten. He, dus meestal adviseer ik dat bij mensen die al wat eruit komen. De ademhalingstechniek en überhaupt gezonde open ademhaling krijgen. Dat is voor iedereen aan te raden, ook mensen die chronische stress hebben. Want je kan echt door de adem kan je ook echt jezelf rustig krijgen. En de koude zou ik wel aanraden wel erbij te pakken, maar dan heel rustig aan op te bouwen. En met de koude douche bijvoorbeeld. Ja, klopt. De Wim Hof ademhalingsmethode is vrij stresserend. Maar je kan hem, als ik patiënten begeleid in mijn spreekkamer, dan controleer ik het ook. En je kan hem heel rustig doen, want je kan... Maar je kan ook... Als je hem aan elkaar verbindt, kan je hem ook heel rustig maken. En in die rusttoestand, die is heel fijn. Want daar leert je lichaam eigenlijk heel snel rustig worden. En dat als jij een stressor krijgt, acute stressor, dan word je ook heel snel heel rustig. Dus je traint eigenlijk je lichaam, bloedvaten, hormoonstelsel, alles. Ja. Ik wil het gaan afsluiten. Ja. Dames, hartstikke bedankt. Bedankt voor jullie verhalen. Ja, bedankt dat jullie er waren. Heel veel plezier dadelijk in bad. Ja. En geniet van de kou. Ja. Hoi. Oké, dankjewel.